Oké, we zijn hier met Senio Scholte. Welkom. Goedemiddag. Hoi. Hey, bedankt dat je tijd kon maken. Je hebt een eigen hypnotherapie en coachingspraktijk. Wat is jouw website? Reset me. Reset-me.nl. Ah, super. Hey, en we kennen elkaar van de hypnotherapieopleiding die bij ons volgde. Wat voor soort cliënten help jij? Wat voor cliënten zie je zoal in de laatste jaren? Ja, het is een vrij breed publiek. Veel mond-op-mond reclame dat mensen mij wel weten te vinden. Veel mensen die weten dat ik al de nodige jaren met de NLP bezig ben en op die manier ook mensen coach. En uiteraard ook vele cliënten inmiddels met de hypnotherapie. En ja, dat loopt uiteen van mensen met angsten. En mensen die uit een burn-out bijvoorbeeld komen en die een wat langer traject bij me blijven. En zeker ook wel de nodige mensen die wat trauma's te verwerken hebben, die graag in de regressie gaan om daar verlichting mee te ondervinden. Ah, super, mooi werk. Hey, en heb je een voorbeeld van, of wat zie jij eigenlijk bij cliënten die jij helpt? Wat oorzaken zijn waar ze tegenaan lopen? Eigenlijk wat hun probleem is? In zijn algemeenheid genomen, ieder probleem is een probleem omdat iemand in eigen hoofd er een probleem ervaart of van maakt. En in dat opzicht helpen we cliënten natuurlijk heel erg graag uit het doolhof, door ze op een andere manier te laten kijken, een andere manier te laten voelen. En ja, dat geldt dus eigenlijk voor een heel legio aan problemen, wel. Of nu de angsten zijn of traumatische ervaringen uit het verleden. Ja, zo kan ik het wel samenvatten. Hey, en help je ook mensen van het roken af? Ja, klopt. Doe ik inderdaad ook. Sterker nog, op dit moment ben ik een product aan het samenstellen, cursusmateriaal, om een breder publiek aan te kunnen spreken. Door de jaren heen vele, vele mensen succesvol geholpen. Ja, dat ben ik dus nu aan het gieten in een cursus. Met filmpjes aan het opnemen, huiswerkopdrachten erbij en een begeleide hypnose erbij om als niet-roker verder te gaan door het leven. Ja. Wauw, super. Hey, als mensen die dit luisteren en zien, contact met je willen opnemen om een intake te doen of van je diensten gebruik te maken, kunnen ze dan naar ResetMe-website gaan? Of is er een andere route ook? Ja, er zijn verschillende routes. Kan via de website is een contactformulier in te vullen. En via de socials ben ik uiteraard ook op de naam Xenio Scholte te vinden. En is uiteraard ook altijd contact met mij op te nemen. Super. Hey, en je hebt de hypnotherapieopleiding bij ons academie gedaan. Heb je daar gebruik van kunnen maken in je eigen praktijk? Ja, zeker. Ja. Ik heb dat al zeer waardevol ervaren. Sowieso om je eigen gereedschapskist weer wat uit te bouwen. En de technieken zijn toch zeker wel zeer behulpzaam gebleken om vooral mensen te helpen door weer bepaalde gevoelens her te beleven. Om zich weer te associëren met bepaalde gevoelens en gebeurtenissen. Het heeft mij zeer zeker ook geholpen om op een andere manier mensen te begeleiden in hypnose, anders dan de directe vorm. En ook wel op een bepaalde manier nog meer indruk kunnen maken bij mensen. Door de technieken die ik van jou heb mogen leren. Dus nogmaals dank daarvoor. Ja, super. Ja, het is te gek dat je meedeed. En Ja. dus wanneer mensen contact met je willen opnemen, dan kunnen ze dus stoppen met roken. En dat kunnen ze via een online training doen, of doe je dat ook in live coaching? Ja, ik. Heb de bedoeling om daar drie verschillende trajecten van te maken. Er zijn Ja. altijd mensen die het graag zelf willen doen. Dus dan wil ik een kant-en-klaar product maken dat ze zelf door de hele training heen kunnen. En naar de MP3 dan wel de beelden luisteren om het hele traject af te maken. Mooi. De volgende stap is voor een deel zelf het product, maar aansluitend live online de sessie met een groep doen,
waarbij een e-mailondersteuning plaatsvindt, een lotgenotengroep om elkaar te kunnen steunen. Ja. En, ja, en daarboven hebben we natuurlijk altijd nog de 1-op-1 sessie. Super. Ja. Hey, en wat is het e-mailadres dat mensen jou een e-mail kunnen sturen? Mensen kunnen mij een e-mail sturen naar xenio@resetme.nl of xjjscholte@gmail.com. En in een later stadium, op dit moment nog niet, maar is in ontwikkeling, via de website www.denietroker.nl. Ah, mooi. Ja, mooie dingen komen eraan. Super. Ja. Ja, geweldig even gebruik te hebben mogen maken van je tijd. En ja, heel inspirerend waar je allemaal mee bezig bent. En voor mensen die willen stoppen met roken, dat kan dus ook geheel online. En eventueel ook met extra begeleiding van Xenio erbij. Ik weet dat het een topper is, omdat ik je heb leren kennen en in het echt heb zien werken ook met cliënten. Echt super. En cliënten in de opleiding waren ook ontzettend blij als ze met jou dan een oefening deden. En je kon zien dat je al een enorm goed skill level hebt. Dus zeker aan te raden als je wilt stoppen met roken of als iemand wilt werken aan een bepaald soort, ja, wat dan ook eigenlijk, hè, ze kunnen bij jou terecht. Hey, top senior dat je meedeed. En ja, Ja. spreek je snel weer. Ja, is goed. Dankjewel voor je mooie woorden.